Dag iedereen, welkom op Den Bosch Bik Off. Lang geleden ondertussen, onze laatste video dateert van eind december. Ondertussen zijn we mei. Intussentijd is het winter geweest, in de winter is er niet veel gebeurd. De lente is begonnen en sinds dat de lente begonnen is, is er al redelijk wat gebeurd. En ik ga nu even bijpraten over de voorbije maanden. 30 december vorig jaar was onze laatste video. En toen had ik zo'n beetje het idee van, het is afgerond het jaar. Of het seizoen, of ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar nu wist ik toen veel. We hebben uiteindelijk nog tot eind februari zowel pastinaak als wortelpeterselie aan het oogsten geweest. De warmoesdienen heeft een hele winter door blijven gaan. De kailandbroccoli is blijven gaan. Dus eigenlijk hebben we tot de rooibietjes ook. Dus eigenlijk hebben we tot eind februari dat aan het oogsten geweest. Kleine beetjes. We stonden in de wintermaanden niet op de boerenmarkt. Maar gelukkig onder andere aan een restaurant in Gent kunnen leveren. Merci daarvoor. Maar ja, dan kwam het moment van keuzes maken eraan. Keuzes maken. Zoals jullie weten willen wij heel graag op een regeneratieve manier boeren op Den Bosch Bik Off. Regeneratief wil het bijvoorbeeld ook zeggen dat we zo weinig mogelijk de ploeg gaan gebruiken, of niet de ploeg gaan gebruiken. Dat we met natuurlijke meststoffen gaan werken, geen gewasbescherming, allemaal die dingen. Nu, vorig jaar hadden we drie bedden aangelegd, drie grote bedden, met brede graswegen tussenin. Ik vond dat tof, hè? De graswegen gemakkelijk om over te lopen of om iets materiaal aan te halen enzovoort. Maar nu hebben we toch gezien dat dat ver van ideaal is. Graswegen moeten onderhouden worden. Kweekgras dat erin groeit gaat al rap een keer van het pad in het bed gaan groeien en zo'n zaken. Bon, ja, dan kwam er de keuze van uiteindelijk toch te gaan ploegen. De ploeg is gommeke. Met de ploeg ga je al begraven wat bovenop ligt en ga je verse grond weer boven halen. Al begraven wat bovenop ligt, in ons geval wil dat zeggen veel onkruidzaden, maar bijvoorbeeld ook heel veel mulch. We hebben tussen november en eind december, begin januari, hier een massa bladmateriaal rondgevoerd, afgevallen blad. We hebben dat overal verspreid. Dat zorgde voor een schone mulchlaag. Andere stukken lag heel veel stro. Met de ploeg hebben we dat allemaal ondergewerkt. Het onkruidzaad is ook ondergewerkt. Wat is bovenkomen? Verse grond. Maar waarom hebben we dat uiteindelijk gedaan? Om die wegen tussenin uit te gommen. In plaats van drie grote bedden gaan we dit jaar vier kleinere bedden gebruiken. Waardoor dat we sneller kunnen wisselen. En waardoor dat er altijd ook wel één bed is dat een beetje in rust kan blijven. Dus, ik heb hier een hele dag met mijn onkel zijn tractor. Een tractor is bijna zo oud als ik. En een ploeg bijna zo oud als ik hier aan het ploegen geweest. Dat was een keer plezant, een dag op een tractor. En nu, ja, nu ligt hier alles open grond. We hebben van vorig jaar geleerd dat open grond door moeder natuur heel snel wordt ingepakt met onkruid. Onkruid, ja, de moeder natuur wil de aarde bedekken en hoe doet ze dat? Door kruid te laten groeien. Dus we zijn al volle bak aan het mulchen. We gaan mulchen onder dus de boontjes, onder de pompoen, onder de courgetten. Tussen de ajuinen, onder de look zit allemaal mulch. Maïs die aangeplant is al, daar gaan we ook rond mulchen. En de andere soorten gaat een beetje afhangen van plant tot plant. Een keer dat ze groot genoeg zijn, gaan we er ook tussen mulchen. Nu mulchen we met eigenlijk een soort van gehakseld stro. Volgend jaar wil ik daar ook allemaal compost voor gaan gebruiken. Omdat compost ook direct een kweekmedium is. Hè. Nu, wat hebben we ondertussen nog gedaan? De eerste zaken zijn al gezaaid en in was. Dus nu op dit ogenblik hebben we al op de hof staan look van vorig jaar.
plantajuin, drie soorten, die in maart geplant is, die heel schoon in de was is gekomen. We hebben warmoes staan, we hebben rode bietjes staan, radijzen, worteltjes in vier kleuren. Twee soorten lenteuitjes. Er zijn drie soorten boontjes al gezaaid. Nu ben ik even aan het denken. We hebben ook de eerste bloemen al geplant. Dus we zijn terug begonnen. Nu, ik had het daar juist al over, hè, moeder natuur en haar nood om de open grond te bedekken. Dat wil zeggen, ja, onkruid laten groeien. Om dat een beetje meester te kunnen, hebben we dit jaar hulp van Team Kip. We zitten met een aantal kippen thuis. Een toom van drie bij elkaar. Dat zijn hybride legkippen, maar de naam ontglip mij weer even. Ik vergis mij altijd tussen. Je hebt leghorns en je hebt nog een ander soort. In alle geval witte kippen die witte eitjes leggen. Nu, die waren met vier. Drie hebben zich tegen eentje gekeerd. Die hebben haar ongelooflijk toegetakeld. We hebben dat kippetje apart moeten zetten om ervoor te zorgen dat ze kon overleven. Ondertussen hebben we daar compagnie bij. Dus van voor zitten drie witte bij elkaar. Blanche, Bianca en Witteke, neem ik aan. Tammetanne met vier dezelfde kippen is, dat ze gegeven zijn naam. Maar je kunt ze niet meer herkennen wie dat wie is. Dus we gokken een beetje. Nu, die dat zo toegetakeld is, die hebben we dus apart gezet. Die noemde Blakkie. We hebben die ondertussen herdoopt, liefdevol naar Kikip. En Kikip heeft een vriendin bijgekregen, een bleu de, in alle geval een grijsblauw gespiekelde kip. Een heel aanhankelijk bisje. En die twee zitten dan samen op een ander stukje. Maar we brengen die dus mee naar het perceel hier. En we hebben hier geïnvesteerd in een mobiele ren. Waarmee dat we ze geregeld kunnen verzetten op het perceel. En dat ze zo samen onkruid kunnen te lijf gaan. Ik zie dat ik ondertussen alweer 8 minuten aan het babbelen ben. Maar goed. Wat zit er de komende dagen nog aan te komen? Ik heb vandaag al trek gezet voor de eerste zaaiing van snijboontjes. Die gaan we morgen zaaien. We gaan een hele deel bloemen planten. Dahlia, Sinia. En nog soort, ik vergeet. Dat is een beetje Kim haar een boutique geworden. We gaan nog een aantal groenten zaaien. De Kailand broccoli en de gewone broccoli wordt gezaaid. De spruitjes gaan gezaaid worden, dat die kunnen uitgeplant worden. Pompoenen en courgetten die zijn al thuis heel schoon aan het uitgroeien. Die kunnen het einde van de week hier ook hun plaatsje krijgen. En voor de rest hebben we al heel wat maïs en zonnebloemen gezaaid. Om een beetje de hof af te schermen. Voilà, daarmee zijn jullie een beetje bijgepraat. We hebben nog altijd Bitcoins en Fleuro's staan. Dus als jullie willen investeren in een Bosbeekhof en daarvoor in het seizoen jullie groentjes komen halen, laat ons iets weten of vul het formulier in. Jullie hebben ook de mogelijkheid van het formulier aan te geven dat jullie de Bitcoins willen weggeven aan ons project voor het OCMW van Merchtem, waarmee dat wij dus een budget gaan samenstellen om wekelijks op het OCMW groentepakketten weg te doen. Verse groenten van NOF voor de mensen uit Merchtem die het moeilijk hebben. Voilà. Jullie zijn bijgepraat. Tot volgende keer.